side. You're listening to the Fokcast. Fokcast. Het is vandaag maandag 12 februari en ik zit hier via Zoom na wat technische storingen tegenover Steven de Grijze, a.k.a. Lecter zelf. Hij is hier. Ja. Welkom Lecter. We hebben het al eens over gehad, maar heb je liever Steven of liever Lecter? Of mensen gebruiken dat door elkaar misschien? Echt geen hol uit. Ja, de mensen gebruiken het ook door elkaar. Mijn eigen moeder zegt soms Lecter. Maar ik heb vrienden die mij als Lecter kennen en die dan heel raar reageren als Steven plot, als iemand anders Steven. Van, noemde hij zo. En dan, ja. Als er maar verwarring is, dan ben we kennen wel 300 Stevens. Er is maar één Lecter. Voilà, dat is eigenlijk, dat is ook de reden waarom ik die naam gekozen heb. Ik wou zo gelijk prins of god, zoiets. Zoals prins of god. Eén prins, één god, één Lecter. Dat klinkt als zo wat de Duitsers ook in bij zijn. Ja. Reich. Enfin, maar goed. We zitten drie ver en het is al gevallen. Het is al wel een klote, ja. Je hebt al. Welkom in de Fokcast. We gaan het vandaag hebben over iets heel bijzonders. Lecter, de begenaderd cartoonist, tekenaar, stripschrijver. We gaan het over iets anders hebben. We gaan het namelijk hebben over een reeks die jij bedacht, gemaakt, geschreven, bezieler van bent. Trizombie. Ja. Ja, ik moet daar nu iets zinnigs over zeggen, zeker, hè? Nee, hoor. Ja. Nee. Het in de categorie valt van ideeën waar andere mensen normaal niets mee doen dan. de meeste mensen hebben zeker cartoonisten en tekenaars en zo, zijn eigenlijk vaak gewoon al tevreden met hetgeen ze doen. Hè? Ja. Wat dat al zoveel tijd inneemt en zoveel headspace ook. En als je dan zo'n raar idee hebt waarvan je denkt van hier gaat heel veel dit gaat heel veel gedoe zijn om te maken of om er iets mee te doen of zo, dan denk je van dat laat ik maar gewoon staan in mijn schetsboek of zo. En ik dan niet zeker. Dus nee, maar dit is niet gelukt. Maar dit is niet gelukt om het los te laten. Hey, nee. Wacht hè. Trizombie is een reeks voor VTM Go. Mm-hmm. Over, waar gaat het over? Ja, maar het is ook een film. Tegelijkertijd, voor het buitenland is het eigenlijk een film, waar dan iets in kwijt kunnen dan in de reeks. Het is eigenlijk louter voor praktische redenen een reeks geworden hier in Vlaanderen, omdat we daarvoor hier dan geld hadden en ook die ingegaan zijn op een call van VTM Go om iets te maken. En dat is dan dat geworden. Maar waarover gaat het? Het is begonnen met een simpele woordspeling. Trisomie 21 is het syndroom van Down. Ja. Trizombie gaat dus eigenlijk over een zombie-apocalyps. Iedereen op aarde wordt zombie, behalve mensen met een heel klein beetje een ander DNA. Mensen met het syndroom van Down krijgen het niet. Ja. Met dus als hilarische... hilarisch zou ik het niet noemen. Met als gewoon gevolg dat wij allemaal van die levende, dode, abnormale bloeddingen worden. Ja. Zij moeten overleven. Het is eigenlijk een omgekeerde situatie. Ja, zij moeten overleven in een wereld vol zombies. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. De down zombie apocalypse. Ja, voilà. Down of the dead. Down? Oh, shit. Dat had nog beter geweest. We hebben erover nagedacht, want die mop is al zo vaak gemaakt. Ook. Nou ja, daar komen we zo nog op trouwens, ja. Ja. Zo, en dan denk je van, je kunt er geen meme van maken ook. Dan ga je heel snel in dat verkeerde hoekje komen. Maar misschien zo voor het tweede seizoen als ondertitel of zo, wie weet. Ja. Dat ook niet meten ergens met Dawn of the Dead. Nee, dat ga je ook wel... Nee. En inderdaad, de woordspeling die je nu maakt met het... want Dawn of the Dead gaat... Ik bedoel, Down of the Dead zou kunnen suggereren dat de mensen met syndroom van Down de zombies worden. En het is juist tegenovergesteld. Ja, exact. En dat maakt het ook veel krachtiger dan... Ja. Ik had ook gewoon van die woordspeling kunnen eigenlijk het idee maken dat enkel mensen met Down eigenlijk zombies zouden worden. Maar dat zou zo fout geweest zijn. En ja. Dat zou ik echt gewoon niet uitgelegd krijgen.
Nee. Het is, ja, ik heb de filmversie dus. Dus het zijn. Hoeveel afleveringen worden het voor VTM Go? Nou, zes, Zes ja. afleveringen? Ah ja. En dus dat is 6 keer wat? 10, 12, 12, 15 minuten zo. 1 minuut, ja, Ja. zoiets. Wat ik wel, want af en toe zit er inderdaad zit er een soort cliffhanger dat ik denk van, ah ja, oké, dit is, ja. Ja, voilà. Eigenlijk is het zo'n beetje de Snyder Cut, hè, Ja. die je gezien hebt. Allee, De maar dat Snyder-kut. wel. Geen 8 uur, dat moet. Nee. Nee, dat doen we niet. En Nee, ook. ik heb de filmversie mogen zien. Ja, ik heb er echt van genoten. Ik vond het echt heel erg leuk. Het is goed gemaakt. Het is grappig. En het is ook bij momenten scary en best violent en extreem. En wat je niet zou verwachten in Vlaanderen. En zeker niet met hoofdpersonages met het syndroom van Down. Dus dat is die vibe werkte voor mij ongelooflijk goed. En ik heb er echt met veel plezier naar gekeken. En dat zou ik ook zeggen als jij niet tegenover me zit. Of als je niet iemand is die ik graag heb. Nee, snap je? Dus. Maar goed, jij hebt het idee. Wanneer was het idee? Hoe lang geleden kwam dat idee en dacht je, oké, deze is. Onwaarts lang geleden, hè. We hebben het over meer dan 10 jaar geleden. Ik denk dat mijn jongste zoon nog niet liep. Dus het is echt 10, 14 jaar geleden, zoiets. Ja. Zoiets dat ontstaan is als een woordspeling gewoon, die dan in uw schetsboek terechtkomt en die ik dan begon te testen. En dat doe ik wel soms, zeker op vakantie, test ik van die ideetjes die gewoon rondslingeren. Ik heb zo heel veel van die rare ideetjes op andere mensen. We waren op vakantie met een heleboel mensen, vrienden eigenlijk, uit de buurt en zo, en buren en kennissen en vrienden. En gewoon aan de barbecue, ik stond als vegetariër, hadden ze mij aangeduid om het vlees te flippen. Dus eigenlijk gewoon echt foute darm- en vleesmoppen aan het maken. En op een bepaald moment heb ik gewoon eigenlijk Trizombie gepitcht. Iedereen aan tafel vond dat hilarisch. En toen dacht ik van, ja, oké, okay, hier zit wel iets meer in dan gewoon een woordgrapje of zo. Ja. En is beginnen ook fermenteren in mijn hoofd. Maar ja, je zit dan natuurlijk wel, als cartoonist, kun je heel makkelijk een cartoon verkocht krijgen. Maar met dat hokjesdenken dat overal heerst, als je als cartoonist gewoon ergens aan tafel gaat schuiven bij een productiehuis, ze zijn altijd overal wel welkom, Ja. zit men daar toch wel van, ja maar, ik weet het niet zo, manneke, kun jij dat wel? Allee, dus één iets is een scenario schrijven, maar ook de tweede factor was ook, het is iets dat gewoon ook nog nooit echt gedaan was. Wat Yummy gehad, Vlaamse zombie-reeks op zich was al hoog gegrepen. En Ja. dan ook met mensen met Down. Dus ik heb heel vaak de pitch gedaan. Ik heb bij ontzettend veel productiehuizen gaan doen. En heel vaak aan de andere kant van de tafel zag je van die fonkelende ogen en mensen met een brede glimlach van, ja, hoe cool! En dan gaan we het maken. Nee, zij zot. Zo. Dus, allee. Super goed idee, gaan we zeker niet doen. Prachtig, ik ga zeker kijken. Laat mij weten waar dat. Nee, maar echt letterlijk heel vaak dat ik zo op de parking stond nadien, dat ik dacht van, wat verdomme, ik ga dat hier nooit verkocht krijgen. En dan, of 2019, heb ik met Mariano van Hoog van Phobic Films, dat is die gasten van Hasta la Vista en zo, die sowieso al allee, redelijk politiek incorrecte film is, waar ik die hard fan van ben. Ik dacht, oké, okay, ik ga dat ik ga een mailtje sturen, probeer Mariano te pakken te krijgen. We hadden dezelfde boekhouder, dus dat was ook al makkelijker om Er dat was al e-mail. een link. Ja, voilà. Dus eigenlijk om een tv-serie of een film te maken, moet je gewoon een goede boekhouder hebben met veel e-mails of Met zo. Enfin, veel connecties. ik heb dat dan in het, wat was dat? Dat was in het Achturenhuis, zo'n volkshuis op de Ledenbergplein. Het meest volksrijke vind, bij een koffietje uitgelegd aan die man. En die zag dat helemaal zitten. En die wou dat dus gaan maken. En toen kwam COVID. Ja. Ze zijn dat niet meer gaan maken. En dan had ik plots geen contract meer, want ik had daarvoor een contract aangeboden gekregen om het te gaan maken als film. En dan was ik eigenlijk in blinde paniek, heb ik op één dag tijd, ik weet niet, 100 mails verstuurd naar iedereen rond. En ben ik op een paar weken tijd dat overal gaan pitchen. En dan plots waren de mensen van A-Team, dus van Patser en van Torpedo, Ja. een duik. Dus ja, ze hadden een Ja, duik. mijn favoriete Yumi, denk ik ook. Heb die Yumi ook niet gemaakt? Yummy, ja, uiteraard. Ja, ook omwille van de expertise van Yummy, iemand die Ja. al die dingen gemaakt heeft.
Ik dacht ook in mezelf eigenlijk op dat moment nog niet van ik ga dit schrijven. Ik had een synopsis in mijn hoofd van wat dat ongeveer zou moest worden zo of zoiets. Maar ik dacht van laat de proza maar doen. Ik schuif dat ding gewoon bij een Ja. productiehuis. En dan ga ik een keer als het zover is, dan ga ik wel een keer naar de cinema gaan kijken naar iets dat ik bedacht heb. Tof! Ja. Dan bleek er geen geld te zijn en hadden ze iets van kun jij dat ook schrijven? Toen dacht ik van ja god, zoveel anders dan een stripscenario zal dat wel niet zijn. Ik kan dat altijd een Nee, keer doen. want voor de duidelijkheid, ben ik ken jou als cartoonist, maar ik weet van Red Rider, hè, een soort reboot, of een soort moderne versie van De Rode Ridder. Daar zijn drie albums waar jij de scenario's voor geschreven, voor de scenario's voor geschreven hebt. Misschien heb je dat nog voor andere albums ook gedaan, dat ik het niet weet. Heb je nog voor andere albums ook? Dus het is niet dat je nog nooit een scenario geschreven had. Nee, maar goed, maar het is wel iets helemaal anders. Ja. Je begint dan zoiets te schrijven en je weet ook niet hoe. Bij een strip is het heel duidelijk. Hè? Je hebt een pagina, een kotteke, nog een kotteke, 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 kotteke. En hè, je kunt nu een timing op basis van de kottekes. Hè? De kotjes, ja. Maar ja, hoe, zo. Hè? En bij gezondheid. Dank u. Zo begint dat. Ja, ik denk dat het begint. Voilà. De apocalypse, zombie-apocalypse begint. Maar bij dus een tv-serie of een film. Heb je geen flauw idee, allee, als je dat nooit gedaan hebt, hoe dat die timing gebeurt. Zo, allee, ik schrijf dan, iemand komt de kamer binnen en dan denk ik van ja, hoeveel minuten ben ik nu kwijt? Ja, Dan, ja. echt, in het begin liep ik echt zo naar mijn gsm, zo te timen van hoe lang duren dingen. Iemand komt de trap op. En dan ga ik, godverdomme, nog maar 7 seconden. We moeten nu nog een aflevering. Allee, dus, Ja. dat soort shit. Wat je Ja, en wilt. dan is het nog ingewikkelder, omdat jij en een film en een reeks tegelijk aan het schrijven bent. Ja, maar dat wist Wat, men. wat... In het begin wisten we nog niet wie de zender ging worden of, wie de, allee, of dat we er een film van gingen maken of zo. Oké, okay, alright. Wat we dan zoeken, dus in het begin werd ik heel snel gepaird met Lars Dommezo van Yummy, de scenarist en regisseur van Yummy, Ja. die natuurlijk wel wat kennis had terdege, die ook een vrij zieke verbeelding heeft als het aankomt op bloed, kots en ingewanden. Ja. Daar kon ik wel wat mee. En ja, van hem heb ik enorm veel geleerd. Allee, gewoon... Hoe je zoiets opzet, want er was een basisverhaal en er was een soort van grote timing en zo'n storyboard en zo, allee, story arc. Maar ja, dat is, ja, je zei daar niet zo heel veel mee. Je zei dat het dat goed gaat gaan. Het is blijkbaar bij comedy, hè. Als Ja. je opzet niet goed is, allee, je kunt er niet op een schone manier, die een beat moet goed zitten om aan die een punchline te komen. Klopt. Maar ja, als je dat moet doen over iets dat een uur en een half duurt, ja, dat is echt wel... Ja. Scenaristen van tv en tv-series en zo. Allee, nu kan, als ik zo nu naar Game of Thrones of zoiets kijk, dat zijn fucking ingenieurs, hè. Allee, Ja, het ja, is ja, ja. kathedraal omdat die bouwen, maar dan met tekst en met licht en met beeld. Dus ja, ik ook... heb ooit eens één zo'n een boek gelezen over het schrijven van scenario's. En dat heeft wel de eerste 10 films die ik toen gekeken heb verpest een beetje, omdat je dan al die... He, oh ja, hier begint plotpoint 1. Hier act 2. Weet je wel, dat je zo in die shit begint te denken. En even vergeet, ik realiseerde me bij Castaway, de film met Tom Hanks op een eiland met een bal. Dat hij letterlijk, toen mijn DVD zei 30,00, dat hij aanspoelt op dat eiland. Weet je wel, dat is echt van act 1 naar act 2 is op 30 minuten stipt. En als je dat weet, dan is dat soms... vervelend, dus ik heb dat weer afgeleerd. Stel je om van die films te kunnen genieten. Mensen thuis die hun films ook verknoeid willen zijn, je hebt het waarschijnlijk over Save the Cat. Nee. Dat is zo het standaard boek over scenario schrijven, wat dat er letterlijk zo een Wat vorm moet dat daar moeten inzoeken, fokken, dat gaat nee, niet. Dat ga ik niet vinden, ga ik niet vinden. Nee, het is zo'n typisch scenario boek ook, whatever. Ja, voilà. Je hebt er zo'n 2 of 3-tal. En ja, dat is effectief, dat is waanzin. Hè. Je wilt daar ook niet aan beginnen, omdat dat een klein beetje... alles demystifieert, hè. Je zit dan Ja. daar, ah ja, nu komt The Darkest Night. Je kunt daar ook zo, als je iemand niet graag hebt en daarmee naar de bioscoop gaat, de hele bioscoop, ze hebben al bijvoorbeeld 3 jaar zitten, we gaan kijken naar de nieuwe Batman, en dan gaan ze samen en dan zeggen ze van, ah ja, en nu gaat Batman doodgaan. Ja, nee, ja, voilà, ja, dat is ik denk dat het Sid Field is. Ah ja, voilà. Sid Field, die heeft ook zo'n boek geschreven. En ja, dat is. Ik vind het hier nu inderdaad. Save the Cat is ook zo'n typisch screenwritersboek. En van Sid Field, denk ik ook. Dus ja, dat zijn van die basisboeken. Hè, dat je, ja, voilà. Ja. Maar goed, jij hebt dat dan wellicht ook, ook gelezen. En het heet gewoon Screenplay, denk ik. Boek uit 1979. Voilà.
Ja, ik heb dat gelezen in de tijd voor Red Rider. Ik probeert, eerst moet je dat soort. Het is gelijk bij tekenen of bij schilderen of zoiets. Je moet eerst leren hoe dat moet. En dan de regels weer afleren ergens om een klein beetje erin te krijgen. En dat lukt ook enkel maar als je zo iemand als Lars aan je zij hebt. Hè? Want Ja. alleen, ik ben van Ja, ik moet tekenen. eerlijk zeggen, ik heb Jummy nooit gezien. Die ligt hier klaar en nu zeker. Die Maar, staat. en ik wou hem eigenlijk nog zien gisteren, maar moest die andere dingen kijken en dan ben ik er niet aan toegekomen. Dus dat stond, die lag op de stapel ook. Maar hoe, er is een eindeloze appreciatie bij mij ontstaan voor mensen die tv en film. Vroeger was ik zo iemand die enorm veel films en series keek en die op alles commentaar had. Weet Ja. dat? Ja, blablabla. Zo op alles van, ja, nee, dat klopt hier niet. Oh, plot hole, en dan op het internet zitten afgeven en al van die dingen. Maar nu heb ik wel meer zoiets van, ik bedoel, mensen die tv en series maken, die doen iets anders dan vergaderen, hè? Die hebben een Ja. saaier leven dan de doorsnee boekhouder, denk ik. Ja, en niemand zet uit om iets slechts te maken, hè? Iedereen probeert iets goeds te maken, Scott Snyder? hè? Ah ja, wat wel. Zack Allee. Snyder bedoel je, Zack Snyder. Ja, godverdomme. Ja, Scott Snyder is tekenaar. Striptekenaar, denk ik, Scott Ja, Snyder. voilà. Ja, dus niet. Maar goed, dus dan ben je beginnen schrijven, samen met die Lars. En dan is het script af en dan wordt er gecast en dan wordt er gecast. En dat is best een lastige natuurlijk. Dat is kak. Allee, ik bedoel, dat is loslaten. Want het originele idee was ook nog dat Lars en ik zouden gaan regisseren. Dus ik zat daar ook ongelooflijk hard mee in. Want, allee, ik bedoel, mensen die regisseren, die hebben daarvoor gestudeerd. Die weten wat ze doen. Nee, maar serieus. En ik heb geen flauw idee. Allee, ik heb wat DVD's bekeken en zo'n boek gelezen. Dat is niet hetzelfde als Niet 5 jaar hetzelfde. op school doen of zoiets. En daarvoor ook al dingen gedaan hebben. Vooral ook omdat dat over serieuze budgetten gaat. Een cartoon tekenen, dat is gewoon. Het teken in een cartoon, dat staat van voor in de krant, trekt dat op niet veel, volgende dag een nieuw Morgen keer. weer beter, ja. Dat gaat over hier een paar 100.000 euro, gaan we iets zots maken. En hij is verantwoordelijk. Dus ik dacht niet dat ik dat kon. Ik heb toen ook een keer op de set van Alter Ego gaan meelopen om te kijken van de regisseur, wat doet dat eigenlijk? Toen had ik al heel snel door, dat doet dingen dat ik niet kan. Daar Ja. moet je echt wel sociale skills voor hebben ook, om heel die samen te houden. Plus ook, je werkt met mensen met Down in dit geval. Ja. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat ik dat niet kan of zoiets, daarmee omgaan, maar zo, daar 40 dagen of zoiets, of 20 dagen of 30 dagen mee op een set staan en die hele dagen, al die verantwoordelijkheid, alleen verantwoordelijkheid, volgens verantwoordelijkheid. Zouden mij nu, ik durf niet eens in een auto rijden als ik zelf in een auto zit, laat staan dat ik een set zou. Dus ja, nee. Dus dan plotseling wordt er gecast. En heb ik losgelaten. Dan was dat echt een andere regisseur, Bob Kolaerts, die eigenlijk daarvoor vooral regieassistentie had. Dus zijn eerste grote. Allez, zijn Ja, eerste. grote productie. Hij heeft een paar kortfilms gemaakt en camera en andere zaken op andere reeks, ja. En dat deed hij allemaal heel goed, waardoor dat A-Team Productions hem ook gewoon aan boord gehaald hebben hiervoor. En vanaf dan was dat voor mij ook een klein beetje loslaten. Langs de ene kant kun je zeggen dat dat eng is, maar langs de andere kant was dat ook ergens een beetje een geruststelling onder het motto: kan de kik niet meer opfucken. En daar kwam het wel een beetje op neer. En in dat loslaten zat er ook wel heel veel dat expertise van anderen die dat sterker maakt. Want ik weet daar echt niets van. In mijn hoofd waren vaak scènes, bijvoorbeeld als ik die schreef, zo rigide al, omdat ik er al 10 jaar zat op te werken, zo rigide iets geworden dat niet per se goed of slecht was. Maar als andere mensen er dan mee aan de slag gingen met wat de realiteit was, omdat er een set iets dicteerde, een aantal personages zijn ook wat anders van geslacht, omdat het beter marcheerde dan, Ja. van de casting. En ja, ik ging daarin mee gewoon omdat ik merkte dat het beter werd. Ja. Dus ik heb er eigenlijk allemaal heel weinig in gemoeid. De eerste week dat er gedraaid werd, was er ook de vraag van, ja, kom er niet af, een weekje kijken. Ik ben gewoon een week naar Parijs geweest, jong. Zo ver Ja. mogelijk. Op die set, zo, doe maar een keer zot en laat mij Ja. weten hoe het lukt. En als het niet lukt, dan blijf ik wel in Parijs. Maar toen bleek het te lukken. Ja, dat was tof. En dan ben je wel de set gaan bezoeken. Ja, ik heb ook een klein rolletje erin. Ah, je bent ook een zombie ergens misschien. Uiteraard. Nee, ik was iemand met Down, Fokke. Ja, het zou kunnen. Ik geloof het. Nee, welke zombie was jij? Was Kenny liever. Dus als je.
Op een bepaald moment kijken ze door een raam en doen ze een telefoon rinkelen. Ik ben de zombie die telefoon rond zijn dinges heeft. Ah, ja. Eigenlijk, een groot deel, eigenlijk speelt de reeks zich ook af gewoon in het Lectorverse, dus in de wereld van mijn cartoons. Dus heel veel van de achtergrondgrappen die vroeger in mijn cartoons zaten, zitten nu gewoon, zijn voor het eerst tot het leven gekomen in de reeks. En Kenny Lever is zo de loodgieter, het kabinetje met de loodgieters met zo zijn naam erop, op de achtergrond. Ja. Altijd in mijn cartoons is dat Kenny Lever. En ik heb dat nu zelf gespeeld. Dat was heel tof. En Ah, shit. Dat heb ik gemist. Dat is eigenlijk de Easter egg. Dat heb ik er zit gemist. heel veel Easter eggs in. Dat is, ja, dat is dan weer de geek in mij ergens, denk ik. Die zo overal dingen heeft verstopt. Ja, er zit een verwijzing naar mijn roman in. Er zit van alles in. Hoe verstopt overal rond. Zodat de diehards, als die er al zijn, gewoon kunnen blijven. Zoeken en puzzelen en met elkaar bezig zijn. Ja. Maar is het dus even terug naar het scenario? Is het dan eerst als film geschreven en dan opgeknipt in stukjes? Of is het stukjes die we dan samen hebben gevoegd naar een film? Hey, we hebben het opgenomen als afleveringen, echt wel. Maar gewoon extra footage gemaakt om dan in montage te gaan kijken van wat, hey, we wisten op voorhand al wel hoe lang, allez, hoeveel dat we nodig hadden voor de afleveringen. En maar heel vaak zaten er dan stukken in dat we het te cool vonden om niet op te nemen. Als je dan toch op de set zit, dan toch materiaal in de tijd nog, die dan gewoon extra opgenomen zijn. Ja, wat natuurlijk opvalt is hè, wat ik net ook zei, het is zombies, maar het is ook echt heel bloederig en ook wel echt violent, gewelddadig. Waar lag de grens? Of wat was er afgesproken van, nee, we gaan wel all the way. We gaan het is geen kinderreeks, dat is heel duidelijk. Ja, nee. Nu al, nee. Je kunt geen zombie-reeks maken voor Catnet, denk ik. Het zou heel vreemd zijn. We wilden ook vooral voorkomen dat er zo... Je hebt zo zelfs zombie-romcoms en van die toestanden. Ja. Voorkomen dat het genre ook overboord zou gaan ergens. Uiteindelijk is het niet echt... Het is geen zware horror of zoiets, hè. Nee, maar ik ben wel echt twee keer verschoten. En er zat ook wel echt dat ik denk van, oh fuck, all right. Dus ik heb wel een aantal keren op het puntje van mijn stoel gezeten, hoor. Leeftijd, Dat nee, is maar wel in waar. ieder geval zo Klein dat beetje kak in de broek, maar dat is gewoon de leeftijd. nee, het is ook wel zo. Ik had alles al in voormontage gezien in de losse afleveringen en zo. En toen ik in de zaal zat tijdens het filmfestival, voor de eerste keer aan mijn grote zien als film, Ja. toch ook wel een keer van mijn stoel zo ongeveer zo hoog gesprongen dat ik even niet zag aankomen, dat ik het gewoon vergeten was of zoiets, of dat was Ja. gewoon echt. En ja, dat is wel fijn. Allee, dat erin zit, zo een paar jumpscares kunnen geen kwaad. Maar allee, zo de... Ja, dat oog gaat er ook wel uit. Ja. Ik ging juist zeggen, dus het zijn geen stukken met zo echt very graphic dingen. Maar eigenlijk wel, uiteindelijk. Ja, eigenlijk wel hoor. En ook soms inderdaad zie je het niet letterlijk, maar wordt het zo goed gesuggereerd dat je wel denkt van, oh wow, Dat oké. moest. Want wij hadden geen budget voor extreme computerdingen of zo. We hebben dit Nee. echt aan ja, eigenlijk letterlijk aan een derde van het budget dat we eigenlijk nodig hadden. Ja. Dus echt. En toch ziet het er goed uit, vriend. Toch Ja, vind ik het echt visueel echt mooi. leuke aan horror, hè, is dat heel veel van die originele films zijn ook gedraaid met gewoon inventiviteit. We hebben daar het geluk gehad van, met enorm veel inventieve mensen. En vooral ook, iedereen wou deze film doen, ook al werden Ja. ze betaald, gewoon puur omdat, ja. Hoeveel keer gaan we de kans krijgen om iets met zombies te draaien in Vlaanderen? Klopt. Dus heel veel vriendendiensten zijn ingeroepen geweest door het productiehuis en door mensen die eraan werkten en zo. Heel veel, het is met heel veel liefde gemaakt. Allez, ik zeg dat nu niet omdat het zelf, maar gewoon omdat het eraan ziet. Want Ja. hadden we het gedaan, gewoon zonder die liefde, dan ging het eruit gezien hebben als vier man die in een kartonnen doos rondliepen. En die zo, allez, weet wel, we zo ketchup naar elkaar. Allez, dus die extra miles die zo in de computereffecten en al die toestanden zitten, dat is gewoon iemand die daar achter zijn uren nog gewoon erbij Ja. gedacht had en dacht van, oh, dat gaat er beter uitzien. Niet omdat hij nog een factuur kon sturen. Nee, gewoon omdat hij echt wou helpen om het Ja, tot dus, het beste punt te maken. Ja, dat is gaaf. achteraf. Hey, en de acteurs, ja, er zijn een aantal gewone acteurs. We gaan zo meteen met eentje nog praten, maar de niet-down acteurs die daarna zombie worden. En je hebt natuurlijk de mensen met stromen down acteurs. Hoe zeg je dat dan? De Downies, mag je dat zeggen? Of is dat kleineren? Wat is dan het juiste woord?
Zij van hen mogen we het gebruiken, maar zo in de ja, als het opzoekt op het internet mag het ook weer niet. Dus ik weet het op den duur ook niet meer wat dat mag en wat dat niet mag, maar Nou doe ja, maar gewoon streng, denk één ik. woord zal ik niet gebruiken, wat we vroeger wel gebruikten. Maar voor de rest. Maar. Reeks dat woord. Wat zeg je? Het woord zit er, dat je vroeger mocht gebruiken, maar nu niet meer, zit ook in de reeks. Dat woord omheen fietst. Eerst origineel een heel goede grap in, maar die is eruit gegaan. Dat was zo. Ze hadden het heel tijd over het M-woord. Het M-woord. Het ging eigenlijk over McDonald's. Dus die. Omdat die graag aan de McDonald's waren, dus dat mocht, dat was een verboden plek. Voilà. Maar goed, dat is uiteindelijk gesneuveld. Maar in de brein, een paar keer naar boven gekomen, lag iedereen echt wel in een deuk van het Ja, dat is lachen. een goede joke. Dat is een goede joke. Maar hoe was het met die. Want jij hebt natuurlijk niet zoveel moeten samenwerken met die mensen. Maar dan die première en het Oostende Filmfestival was première. Hoe was dat dan? Was dat leuk? Max, allez, ik bedoel, ik ben van nature een klein kind als het op grappen aankomt. Ik hou mij in zo'n situatie ook niet in. Dus op de set was ik een zombie. Ja. Ik ben 3 of 4 dagen rondgelopen als zombie. Als zombie mocht je hen niet aanraken. Want ja, dat was kleverig en al. En zij moesten proper blijven. Ja, dat is een uitdaging natuurlijk. Hè. Dus ze zitten heel de tijd aan het plagen en aan het onnozel doen ermee. En dat was heel fijn. Ik kwam er echt goed mee overeen, eerlijk gezegd. Ja. Toen we vertrokken naar de première ook, op voorhand waren we nog met z'n allen iets gaan eten, stonden wij zo in de lobby van het Thermae Palace in Oostende, zo allemaal zo in een kringetje te springen. Zo. Gewoon mensen met down en ik al door elkaar. Zo. Ja. En dat was de max. Dat was een van de leukste momenten van het voorbije jaar, denk ik. Zal Gewoon wel. weer dat enthousiasme. En er is ook geen. Het geen capsones of geen gedoe ook op die set. Dat was best wel heftig. Er zijn momenten geweest waarin ik echt dacht van, wat heb ik hen aangedaan? Op een bepaald moment zitten ze met z'n allen in een auto. Er zit een camera binnen in de auto, die gemonteerd is op het dashboard. Maar voor de achtergrond wordt die auto echt belaagd door zo alle figuranten zombies. Alle zombies, ja. 30 zombies echt in de snik, het is echt snikheet buiten. Die zombies kleven van bloed, die stinken ook echt wel. En die zijn die auto aan het schudden en aan het doen. En ze moesten gewoon wat tieren. Zo. De regisseur roept kut. En die blijven tieren, die waren gewoon echt Maar die waren bang. echt bang, ja. Dat was het enige moment dat er wat overging. Maar dat was wel een moment dat ik dacht van fuck, wat heb ik nu met mijn stom. Ja, een leuk ideetje aan de barbecue. Voilà, en dan krijg je dit moment trauma voor de komende. Uiteindelijk kunnen ze er zelf ook mee lachen, want ze begonnen er dan ook weer nog tegen mij over. Dat is dat eigenlijk allemaal wel. Dat op momenten zo geloofwaardig ook wordt voor hun. Ze kijken er bijvoorbeeld naar uit om terug te keren als er een tweede seizoen komt. Ze hebben nog wat suggesties en zo. Op de receptie nadien heeft Jelle een hele monoloog staan geven. Jelle is het personage die de acteur die Lucas speelt. Ja, een van de Los hoofdpersonages, van ja. hoe dat er moet gebeuren met zijn personage. Want die weet heel goed dat ik dat beslis. Dus ik ben zo heel de tijd aan het afdreigen ook van. Oh ja, zijn maar blaaf, of het is de kettingzaag. Ja, er zijn niet veel mensen die dat mogen zeggen tegen mensen met Down. Als ze de kettingzaag gaan krijgen. Maar. Hoe vonden ze de première? Ik bedoel, ja, Dat behalve is. dat het een feestje was en dat dat gaaf Nee, is. Vonden ze het eng? Vonden ze de film ook eng? maar, denk, ze hadden hem op voorhand gezien. Hè? Ze Had het hadden wel gezien. Ah, keigoed. voorhand Ja. op. Gezien. Ja, ik zat op dezelfde rij. Ik zat uiteraard meer naar hun te kijken dan en naar het publiek dan naar de Ja. fans. Ja, die zaten ervan te genieten. Ja. Vooral ook omdat ze die personages ook bij momenten, alleen voor fotoshoots en zo, echt worden ook. Als Jason de slachter wordt, Ja. formatie. Die is echt de max als hem de slachter wordt. We Een hadden nooit. grote stoere kerel, hè? Nooit kunnen dromen dat we zo iemand hadden die dat personage zo invulde. Maar we hadden niet bedacht, we dachten we moeten een badass personage hebben. Maar ja, je zit met dat cliché in je hoofd, zeker als je niet veel mensen met Down kent en enkel zo Down the Road en al kent, dat allemaal lieve knuffelaars zijn en zo. En die zijn ook allemaal wel die zijn ook allemaal wel lief en aangenaam in de omgang. Alleen toch die mensen die ik dan ken. Ja. Maar die slaagt er dan toch in om eigenlijk een soort van
geweldpervers personage neer te Ja, zetten. super, super over. Ja, Ja, superheld bijna. eerlijk, hè? Ja, mijn favoriet personage is het blonde meisje. Het koppeltje bij Luca. Ja, ik ben haar naam even kwijt. Ja, die is ook echt cynisch. Die is een beetje kwaad. Ja, die is Ja. goed hoor. En die is ook niet te pa. Allee, die, maar ja, dat zijn ook beroepsacteurs. Ik denk dat Ja, veel. het zijn niet. Ja. Maar langs de andere kant was het voor hun ook wel de eerste keer dat ze een film volledig droegen. Dus dat Ja. was wel de max. Dus de rode loper was echt voor hen. Ja. Zij waren de rode loper. Wij kwamen achteraf dan ook er wel bij. Maar geen andere acteurs. Zij waren ontvangen door Gene Barevoets. Ze gingen op de foto. Kregen zo speciale plaatsen in de zaal en al. Dus dat was gewoon heel bijzonder. Ja, zij zitten in een groep, een theatergezelschap, geloof ik ook, hè? Stap. Ja, die ken je van Tit had chocolat en zo. Van, Jelle bijvoorbeeld, die speelt in Familie of Thuis. Ik haal die twee altijd Ah door elkaar. ja. Ja, weet ik. Ja, ik ken er ook niet van. En hoe heet die groep? Theaterstap. Theaterstap. Ja, voilà. Dus Theaterstap. daar. Doe Goed, van. een van de bijpersonages die ook stand-up comedian is, is Pieter Verhelst. Die speelt inderdaad een begeleider en daarna een zombie. Wie dat al? Ja, spoiler. Nee, en daar heb ik ook even kort mee gepraat over zijn ervaring daarover. Pieter Verhelst. Hallo, Fokker. Welkom in de Fokcast. Alles goed? Zeker weten, zeker weten. Ja, je hebt 2 weken geleden heb jij nog in de Joker een try-out gedaan. Yes, hoe gaat Dus dat? ik ken jou vooral van het comedy-cabareteske leven. Maar blijkbaar ben jij een acteur. Ja, wie zal, ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit, De maar zoiets. wonderen zijn de wereld nog niet. Ja. En ik heb even, dus ja, dus Pieter Verhelst is een van de acteurs van de niet mensen met syndroom van Down Ja, in zoiets. de trisombie dinges. En jij bent een zombie. Ja, man. Dat is Wat misschien een een beetje poging. een spoiler, maar ja, nee, het is logisch, hè, want dat is de Nee, rest ja. niet. Ja, ik ben een zombie. Dat is natuurlijk. Ik sowieso vind dat als je van films houdt en je af en toe acteert, is dat wel een bucketlist. Ja, tuurlijk. Een zombie spelen. Het is ook niet dat je dat zo vaak kunt of mag doen Nee, ja, al zeker in niet een in het film. Vlaamse land, in het Vlaamse, misschien in Amerika, misschien nog Ja, iets ja. vaker dan hier. Hoe was het? Hoe was het? Dus jij doet dan een casting of zo, neem ik aan? Of jij wordt dan gevraagd? Of hoe werkt dat dan? Dus Bob, dat is de regisseur, Bob Collaars, Ja. die belde mij op. En die zei: Pieter, ik zou graag hebben dat je meespeelt in een volgende serie die ik nu aan het maken ben. Ik moest wel gaan casten nog, maar. En hij zei: Het gaat over een downer-apocalyps met zombies. En toen zei ik: Bob, stop. Je moet niet verder uitleggen. Ik doe mee. Wat een pitch, man. Een downer-apocalyps met zombies. Ja, ik vond dat zo goed. Ja. Offbeat ook, want ik hou enorm van zo offbeat dingen. Ja. En dit was wel echt. Ja, dit is het ofste beat waar Ja, fantastisch. Maar En het dan zei ziet er ook ik. goed uit. Ik bedoel, het is ook gewoon echt goed. Het ziet er ook goed uit. Dus het is niet Ja, alleen. ja. Ja, ja, Heb je het ja. zelf al, kunnen bekijken? Ja, want wanneer was het? Een paar weken geleden was het in Oostende Filmfestival. Ja, ah ja. En wat ze gedaan hebben, want het is eigenlijk een serie, dus het komt op VTM Go in stukjes van, Ja. denk 15 minuten of zo. Ja. In stukjes komt het erop, maar op de filmpremière in Oostende hebben ze eigenlijk de filmversie Ja, laten hebben ze een zien. lange versie laten Ja, zien. Ja. maar ze hebben het ook speciaal gemonteerd naar een film. Ja. En Dat dat is ook is. wat ik gezien heb. Ja, Dus, ja, ja. maar goed. Ja, jij bent een van de verzorgers, of een van de begeleiders, verzorgers, die dan ook zombie wordt. Ja, Ja. er zitten een paar fantastische scènes bij jou in. We gaan natuurlijk niet spoileren, mensen moeten maar gaan kijken. Ja. Maar hoe was dat? Dus ja, acteren, dat snap je wel. Maar dan is het make-up op en dan is het zombie. Hoe Ja. was dat? Wel, in het begin is dat allemaal heel romantisch en idyllisch. En dan denk je aan de Walking Dead, waar dan 120 make-up artists zijn. En
en dat soort dingen. En dan kom je hier en dan denk je, ah ja, oké, okay, ja, nee, het is toch... Dus, je krijgt dan keiveel bloed op, maar dat wordt dan gedraaid in de winter. Hè? Ja. Dus je bent de hele tijd nat en het is de hele tijd koud. En dan krijg je van die lenzen in. Maar die lenzen, krijg je van die witte ogen. Als ja, ja. Maar ik draag geen bril, dus ik heb nog nooit in mijn leven lenzen ingedaan. En dat zijn zo van die slappe lenzen. Ja. Ik kreeg het niet in. Ik kreeg dat duurde bij mij een uur. Dus ik heb uiteindelijk beslist om, als ik zombie was, zeg maar, 's morgens aan te komen, die lenzen in te doen. En eigenlijk alleen maar met die lenzen rond te lopen. Maar kon je wel nog zien? Je kon wel nog zien. Ja, je ziet dan zo een soort witte waas. Ja, 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 ja. Maar op een gegeven moment krijg je daar wel kopijn van. Ja, zal wel. Zal wel. En wat ook was, is als ik die lenzen in had, dus de downers, hè, dus het was ook heel de tijd draaien met de downers. Ja, ja, ja. Leuk is. En als ik geen lenzen in had en geen bloed had, dan waren ze mijn dikste vriend. En dan wilden die alleen maar knuffelen. Ja. Maar op het moment dat ik die lenzen indeed, hadden die allemaal heel veel schrik van mij. Dus die zaten wel in hun rol. En dan was jij voor hun die zombie ook wel. Ja, ja. Maar ook als we niet draaiden, hè, die gingen echt achter een zetel zitten. Ah, ja. Bij de make-up. Hè? Ja. Ik draaide me dan om. Ik zei, hey jongens, ik had die lenzen al in. Ja. En dan gingen die allemaal achter de zetel zitten. En dan moest ik geschminkt worden. Ik ging de deur uit en dan kwamen die tevoorschijn. Dus die een beetje met het acting wat die ja, zalig. Zalig. Ja. Dus dat is wel... en hoe was het verder op met die... Want dat is natuurlijk toch bijzonder... Fantastisch, fantastisch. Ja. Ja, dat worden eigenlijk vanaf seconde één worden dat jouw dikste vrienden. Ja. En die willen heel graag knuffelen. En ik vind dat ook heel tof. Ja. Dus op een gegeven moment ook zo... Allee, in Oostende zag ik die allemaal terug. En dat is direct zo... En ik ben eigenlijk zo de rode loper opgewandeld als ene grote bol downer, zeg maar. En die zijn zo aan mij blijven plakken totdat wij binnen waren in de zaal. Ah, zalig. Ja, zalig. Dat is goed. Maar allee, dat is dan de leuke kant. Een andere kant is bijvoorbeeld, ook wel schattig en leuk, maar bijvoorbeeld, er was een downer, die heette Yves. En die had ook heel veel schrik van de zombies. Ah, ja. En hij had bedacht, hij is een van de figurant-downers die in de reeks... Ja, ja, ja. Hij had bedacht dat het dan een goed idee was om de zombies aan te kunnen om te transformeren in de witte Power Ranger. Dus, dat is insane. Dus daar zijn ook filmpjes van, ik heb dat ook gefilmd. En dan zie je hem echt, dat is fantastisch, dan zie je hem zo net voor het draaien, dan heel veel schrik van de zombies, en hij moest ook echt begeleid worden. Ja. Er was een leider bij die zegt, even, zeg maar, het zijn acteurs die dit spelen. Het is niet echt, ja, ja, ja. En dan zie je hem zo net voor het draaien, zit hem zo dit doen. Heel veel fantasie hebben die mannen, hè. En dan ja. Het nog niet doen! En dan zie je zo, en je voelt dat. Je voelt dat zo, dat hij zijn pak zo aangaat. Zo. Ja. En dan zei hij zo, hallo Shabba! En dan was hij de witte Power Ranger. Zalig, zalig. Ja, en dan, dus maar dat was zijn manier om ermee om te kunnen... Ja, om de downer om de zombies aan te kunnen. Om de zombies te kunnen aanvallen. Oh, geweldig, zeg. Er is één blooper. Ik was zombie en ik was zo, hoe ik het gruwelijkste eruit zag, met het meeste bloed. En, ja. En op een gruwelijk, een heel klein gangetje. Ja. En er zijn zo vier van die mannen die mij moeten passeren. Ja. En hij was een van die vier. En hij durfde dat niet. Hij durfde dat niet eerst. Dus dan actie. En de mannen lopen voorbij. En dan net voor mij zei hij... nee, en dan liep hij terug. Oh, nee. Dus dan zo... kut, opnieuw. En dan zo... Yves, zo begeleiders. Yves, het is in orde. Het is maar de Pieter. Ah, ja, meneer, ja. En dan hoorde hem zo op de achtergrond nog eens zo... En dan is er een scène, een blooper. Ja, ja. En hij was er klaar voor. Hij was echt... Hij zat in de zone. En hij loopt voorbij mij. En ik weet niet of je ooit de Power Rangers hebt gezien. Nee. Maar in de Power Rangers lijkt het alsof ze goed doorslagen. Ja, ja, ja. En die mannen zijn ook vrij sterk. Jij loopt voorbij mij en je doet zo... En de Power Rangers hoorden ook zo die geluidjes. Hij deed die geluidjes ook. Maar hij sloeg. En dus je loopt voorbij mij. Je ziet mij. Je draait een klein beetje terug en je doet zo... En ik val echt... Maar ook hard, hard... Ja, dus dat soort, sorry. En de achteraf zo, ja, sorry Pieter, ik dacht dat je een zombie was. Dat zijn topdingetjes. Ja, het is, je hebt ook... Een grote fantasie, dat is ongelooflijk. Ja. Jij zit natuurlijk vooral in
het eerste, de, ja, ja, het begint in, de, in het centrum, hoe zeg je dat, het verblijf. En ja. dat is vooral jouw plek. Ik vind de scène met de trap, we gaan niet spoileren, maar de scène met de trap vind ik heel goed. Want het is best gruwelijk en grappig. Het is een hele goede combinatie, hè? Dat vind ik ook. Want ik heb het dus in Oostende voor de eerste keer gezien. Ja. En ik was enorm onder indruk van... ze hebben zich niet ingehouden in het is met mensen met Down. Ja. Dus we gaan het nu inhouden en we gaan het heel braaf... Het is niet braaf. Nee. Het is grappig. Het is on edge. Zoals de serie zelf is. Het is on edge, het is grappig. En het relativeert zijn eigen ook heel goed. Dus absoluut. Het is eigenlijk een soort zombie-apocalypse comedy ook. Ja. Of zo. Ja. Een film comedy, maar op een hele goede manier gedaan of zo. Ja, absoluut. Ja, dat is bij de. Dat, ik als kijker zag dat ook zo. En hoe was het met. Want de andere cast, Perceval, hoe heet hem? Jeroen Perceval. Jeroen Perceval. Ja. Dat is, jullie hebben ook wel een hele goede scène samen, vind ik. Jij en Jeroen. Ja, met dat vechten met die zapper. Ja. Dat je één mag bepalen. En ook, hij is een beetje een lul. Maar jij bent dan ook de corona-ontkenner. Ja. Ja, ja, dus het is ook wel een hele leuke combinatie, die twee. Ja. Hoe was dat spelen? Was dat leuk? Ja, dat werkte wel. Dat werkte wel allemaal. Ja. Ja. Bijvoorbeeld met die zapper. Ja. Wat ook wel leuk was, is dat staat dan in het scenario of zo. Maar op een gegeven moment zei de regisseur van... We gaan doen maar een beetje impro of zo. Dus dat mocht ook wel wat impro bijkomen, maar in personage dan. Ja. Dus dat is wel fantastisch. Ja, ja. En Stefan heeft ook een leuke manier om met de mannen om te gaan. Of zo. Ja. Ja, maar die is een beetje... jij bent natuurlijk een beetje een lief personage, iemand die de mensen genegen is. Hij is wat cooler, afstandelijker en hoe laat is het en ik wil eruit. Die vibe heeft hij. Ja. Maar goed, iedereen gaat dan onder aan het virus, dus fuck it. Waarom? Ja, alright. Ook zo'n goede pitch dat je dan denkt, ik heb dan de Downers en die moeten dan zien te overleven. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Nou, ik vind het fantastisch dat zoiets dan ook gemaakt, want ja, die pitch, kijk, als iemand mij dat vertelt, zeg ik, onmiddellijk. Dan denk ik, dat gaat nooit gebeuren in België. Het is nu gebeurd in België. Ja. Graaf hoor, vind ik echt graaf. Ja, dat vind ik ook. Absoluut. Hey, heb jij nog veel... Want je hebt nu je IMDb open gedaan. En ik zie dat jij ook in De Bunker eigenlijk een grotere rol hebt gehad. Ja, en je doet wel een aflevering van De Kotmadam, zie ik hier op je ding staan. Ja. Doe je dat veel, acteren erbij? Wat is de... Nee, ik ben ook... De verhouding? Ja, nee, ik ben dus comedian als hoofdberoep. Ik speel heel veel in Nederland en in België. En dan, als het op mijn pad komt, en als het een leuk project is, of als het leuke dingen zijn, of een hele leuke scène is, dan doe ik wat mee. Ja. Alright. En wat is het volgende wat er qua acteren op je pad komt? Of is er al iets, of mag je dat nog niet zeggen? Het is nog onzeker, maar ik vertrek volgende maand naar India. En wat ik dus fantastisch zou vinden is, ik ga naar New Delhi en ik zou, maar dat is nog niet afgesproken, maar ik wil heel graag in een Bollywood film als boom op de achtergrond ergens, gewoon in twee scènes daar gaan staan. Ik hoop dat mijn volgende project wordt. Ik heb bijna ooit gefigureerd in een Bollywood film. Dat is echt waar. Dat is real thing. Ik was in Londen met mijn toenmalige vriendin. Ja. En wij liepen op Leicester Square. En ze waren daar zo'n scène aan het draaien. En ja, ik wil dat dan natuurlijk eventjes zien, weet je wel. Dat is tussen die duiven rennen en weet ik van wat. Dus wij staan daar stil. En dan komt zo'n productieassistent. En die zegt, are you free? Want de volgende scène is op een... Is op zo'n rondrijbus. En daar is de volgende scène. En we hebben gewoon nog andere toeristen nodig die ook op die bus zitten. Wow. Maar wij moesten de trein terughalen. Dus dat ging niet voor ons. Anders had ik dat onmiddellijk gedaan.
Had ik in een Bollywoodfilm gefigureerd. Oh, dus is net niet eigenlijk. Net just niet. Oh, ik kon dus... niet zeggen, fuck die een trein. Want ja, ziet... nee, dat is fucking geld en dat is geregeld. Hè. We moesten een uur later moesten wij vertrekken om naar die trein te gaan. En je weet, als je zo op zoiets doet, ja, dan ben je de rest van de dag of er toch een aantal uren bij je kwijt. Dus ik had bijna in een Bollywoodfilm gefigureerd. Briljant. Maar goed, Trizombie met fantastische acteurs en ook... cabaretier Pieter Verelst. Ja, ik vond dat heel grappig, want ik had je dan een week geleden bij mij op het podium gezien. Ja, daarom. En dan loop je weer mijn beeld in. Ja, zo gaat dat. En dan ben je zombie en zo, ja. Ja, en dan zombie, fantastisch. Alright, Pieter, enorm bedankt voor het korte gesprek. Dat is heel graag gedaan. Fokkast. Voilà, dat was Pieter Verhelst. Die vertelde over het feit dat ze toch wel dat de andere acteurs toch wel af en toe schrik hadden van de zombies, hè, wat jij ook vertelde. En dat er één die pompte zichzelf op als witte Power Ranger om het aan te kunnen. Wat een topverhaal is dat, zeg. Ja, wel heel erg goed. Ja, ik had jou ook gevraagd om jouw top 5 favoriete zombiefilms te maken. Dus ik ga ervan uit dat je een liefhebber van het genre bent, anders dan kun je dat niet zo goed verzinnen. Ja, ik ben een liefhebber van alle genres sokken, dus ook van het genre. Ja, nee, maar zo, er zijn wel een paar van die zombiefilms die wel een heel speciaal plekje in mijn hart hebben. En dat tot op dat niveau dat zombiefilms voor een groot deel ook mijn lijst uitmaken van mijn... Als ik zo dingen moet inkten, zo al in potlood gezet heb en nog moet inkten, is meestal hersendodend werk. Uren aan een stuk, dan zet ik gewoon een aantal films op, Blade Runner, Shaun of the Dead, zo, dat soort films die ik al ondertussen uit het hoofd ken. Ja. En dan geconcentreerd zitten tekenen, af en toe kijken en zo knikkend, zo monkellachend van... Ja, en al mee kunnen zijn gewoon met de dialogen en de muziek en ja. Je weet wat er gaat komen, dus het is niet erg als je keer even 2 minuten naar je tekening kijkt. Klopt. Dus ik heb zo'n aantal films die daarin zitten, allee, die zo in dat lijstje zitten, zo 10 van, allee, altijd dezelfde films. En uit het lijstje nu... Ik voel... Dit zijn jouw favoriet... Ja, ik bedoel, we hebben natuurlijk de oorspronkelijke Night of the Living Dead en Dawn of the Dead. En dat zijn een beetje de algemene klassiekers in het genre. Maar jij hebt er zitten bij jou een paar tussen die wat anders waren. En de nummer 5 had ik zelfs niet gezien. Heb ik gisteren heb ik besteld, Blu-ray heb ik gekocht en bekeken. En dat is... De animatiefilm Paranorman. Ja, die wordt vaak over het hoofd gezien. Hè? Ja, ik kende hem niet, had het niet gezien, nu wel. Stop-motion film, dus het is van mannen van Laika en madame van Laika, werd daar van alles. Dus het is eigenlijk gewoon klei en poppetjes, maar toch eigenlijk best wel gewoon een goede zombiefilm. Eigenlijk wel voor kinderen, maar hoe... Ik ben ook wel een beetje een kind. Ja, maar het gaat ook over de liefde voor dat genre. Gaat die ook over? Dat begint met een zombiefilm waar ze naar kijken. Alle tropes zitten erin. Ja. Dat was voor mij belangrijk. Maar vooral ook, het is ook wel zo'n soort film dat de meeste mensen gewoon niet kennen. Iedereen kent die andere films van Laika, zo Coraline. De nog van Laika is de man achter Nightmare Before Christmas. Henry dus Selick. Ja, voilà. Ik kon even op zijn naam niet komen. James and the Giant Peach heeft hij ook gemaakt. Dus die gast weet wel waar hij mee bezig is. Ja. Soms door marketing of door in het verkeerde genre te zitten, denk ik, komen die films niet altijd goed tot bij ons. Ik weet zelfs niet of dat Paranormal nooit bij ons in de bioscoop is geweest of zo. Maar in ieder geval, dat is zoiets dat ik op DVD ontdekt had. Ik kende het niet. En dan eindeloos keren ben beginnen kijken. En dat ik ook probeer aan mijn kinderen versleten te krijgen. Maar dat gaat voor geen meter. Het gaat over een jongen van een jaar of wat, 10, 11 jaar, zoiets. Een jonge gast. Die, nee, net high school wel al, denk ik. Norman. En die kan met de doden praten. En langzaamaan realiseren we ons dat. En dan moet hij het dorpje redden van een vloek van een heks. Ja, eigenlijk gewoon dagelijkse leven, hè? Eigenlijk een dag zoals elke. En er komen uiteraard zombies in. En hij is een beetje een freak, want hij kan met de doden. Hij is een beetje raar. Hij krijgt een vriendje en de bully... Alle clichés zitten erin, maar wel goed gedaan en ongelooflijk mooi gemaakt. Echt zo knap gemaakt.
is echt getoverd met licht, hè, want dat komt daar door computeranimatie. We zijn zo door die computeranimatie enorm verwend door exposities en grafisch enorm visueel verbluffende dingen. Maar dit is gewoon één fototoestel en een set en poppetjes eigenlijk. Iets ik denk wel dat hier wel, dat die geesten en die... En daar zitten wel special effects in, hè? Vrij beperkt, hè? Het is allemaal greenscreen en zo dingen die dubbelopnames en zo van die zijn ontrouwd blijven aan het genre. Maar ik heb een keer een... Er staat op die DVD dat ik daar liggen heb, misschien ook de making-of. Ah ja, dat hebben we nog niet gezien, ja. Dat hebben we nog niet gezien, hè, Fokke? Nee, ja, jongens, ik heb wel de film bekeken. En nee, ik heb er wel echt van genoten, dus ik geef hem ook wel... Ik geef hem ook wel een hoge kortering op Letterboxd zo meteen. Dus het is echt, echt gaaf. Ja, ja, het is, ik kende het niet. Maar ik heb die Coraline dus ook nooit gezien. Dus dat is ook iets, dat is ook een gat in mijn cultuur. Ik bedoel, alles van Neil Gaiman is op zich wel de moeite. Als verhaal, Good Omens, daar gaan we nog... Ja, ik vind dat leuk. Ja, ik vind dat leuk. Ja, dat eerste seizoen was oké, dat nog gebaseerd was op dat boek. Maar dat tweede seizoen heb ik niet uitge... Ja, dus je zit te veel te kijken. Ik zit te veel naar die special effects te kijken. Ah, ja, ja, oké, ja. Okay, ja. No, nee, ik vond het wel... Oeh, maar is Paranorman, heeft Neil Gaiman er iets mee te maken? Nee, nee, maar met Coraline. Coraline ah, Coraline, een... ja, ja, Coraline wel. Ja, 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 ah, zo, ja, ja. Oké. Okay. Nee, dit is gemaakt door Chris Butler. En die kennen we van... Ja, ook van Coraline, dus ja, inderdaad. Corpse Bride ook gemaakt en ja, voilà. Dus die... Ja, er zit wel zo'n hoog Tim Burton gehalte aan die film. Ook weer iemand die dooien kan zien, hè? Dat doe je denken. Maar die niet begrepen wordt door de rest van de wereld. Ja, veel meer Tim Burton dan dat wordt het allemaal. Nee, klopt, klopt. Nee, ja, hey, ik ben blij dat je hem hebt aangeraden. Want ik ben blij dat ik dat gezien heb. Ik vond het echt heel erg leuk. Voor mij trek erbij, ja. Ja, precies. En dan op de vierde plaats staat een film met Elijah Wood, genaamd Goodies. Ja, eigenlijk zit dat een klein beetje in hetzelfde register als Three Zombie, omdat dat een heel ongewoon uitgangspunt is. Het uitgangspunt is typisch zombiefilm eigenlijk. Er zit iets in het eten dat ervoor zorgt dat mensen slecht worden. Maar het zijn alleen de kinderen. Dus het is ja, enkel de kinderen, ik denk dat het zelfs een lagere school is, als ik het mij goed herinner, worden een soort bloeddorstige, vleesetende monsters. En het is een tijdelijke leerkracht die voor de eerste keer daar... Ik denk dat zijn oude school... Het is al een tijdje geleden dat ik hem ja, ze zat vroeger op school, ja, ja. De bully van in de tijd, dus daar werd er ook nog altijd als turnleraar, dat soort dingen. In ieder geval, zijn in eerste werkdag, het is al direct om zeep. Ja. Dus het is eigenlijk een klein filmstijl. Eigenlijk allemaal niet zo heel... Ja, ik vond dat ook heel erg leuk. En dat is inderdaad, het feit dat kinderen bloeddorstige wezens worden, is gewoon voilà. Fucking funny. En het is ook grappig, hè. Het is inderdaad een beetje zoals Trisombie. Het is grappig en het is best heftig. Voilà. En dat vind ik ook leuk aan dat genre, is dat, kijk, het is duidelijk fantasie, dus daar mogen op je kinderen mappen. En soms, als kijker, heb je daar een keer behoefte aan om dat te zien. En het is ook maar fantasie, we doen dat in het echt niet. Maar zo, als je kinderen dan de kamer binnenwandelen en ze zien dat aan het kijken zijn naar een film waarin dat er op kinderen gemapt wordt, dan weten ze hun plaats weer. Oké? Okay. Ja, dit was zo hard. Goed, dus dat is op de vierde plaats Goodies. Ik denk dat ook een hoop mensen daar nog niet van gehoord hadden. En dat is wel, ik heb dat wel ook gezien. En dat vond ik ook echt heel erg leuk. Omdat het inderdaad... Is een bioscoop nooit gehaald waarschijnlijk. Nee. En een beetje zoals jullie film start dat... Is de plaats eigenlijk die lagere school. En dat is eigenlijk de dus het is redelijk klein van setup ook. Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat is echt denk ik ene set. Hè. Zo een school die waarschijnlijk... Leeg stond, waar ze mochten draaien of zoiets voor Shoestring. Maar wel met die gast uit Lord of the Rings, zeker is dat? Ja, Elijah Wood is Frodo Baggins van Lord of the Rings. Hè. Ja, dus dat is wel een grote naam. En die speelt ook goed, want die speelt ook een beetje... Het gaat niet super met hem, hè. Ik bedoel, ik ga even kijken wat die regisseurs nog gemaakt hebben. Want dat is een film uit 2014, Cooties. Oh, die heeft ook Becky gemaakt, wat ook zeer goed is. Dat is die film over dat jonge meisje, dat soort Dead Wish, maar dan met een jong meisje. Heb je dat nooit gezien? Ja, die naam zegt mij wel iets. Nu dat je het zo omschrijft, dan heb je het opschrijven. Waarin Joe McHale, Xander zijn vriend, speelt daar de vader in. En Kevin James, dat is een soort stand-up comedian streep, grappige acteur die we kennen van The King of Queens. En die speelt daar een nazi in. En dat is...
En dat meisje, en dat is redelijk gewelddadig ook. Dat is echt heel goed, die Becky-film. Zeker checken. All right, goed. We gaan onze top 5 gaan als een speer. We gaan weer naar... Het is wel altijd een beetje grappig, grappig en zombie tegelijk. Hè? En nu komen we bij nummer 3. The Dead Don't Die. Ja, wel. Dat is zo'n heel onlogische regisseur om een zombiefilm te maken. Hè. Jim Jarmusch, die maakt zo meestal... Ik weet niet hoe ik dat anders moet omschrijven. Zo van die films die je oplegt als je zo een slaapziekte hebt en echt... dat echt niet gaat om in slaap te geraken, dan zet je een DVD van Jim Jarmusch op. Wat had je daar met niet in? Helemaal waar. Het is, want ik ben wel fan. Het is een vroeger werk was een beetje zwart-wit. Maar nog wel altijd grappig. Er zat altijd wel humor in, hoor. Ja, maar voilà. Dit is eigenlijk de arthouse aanpak van het zombie-genre. Hè? Ja. Ja. Die film is traag. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel in. Iggy Pop doet mee als zombie. Ja. Van een spoiler dat ik nu al geef, dus ja, bon. Eigenlijk is die ongelooflijk meta, want gedurende heel die film is er een van de personages die zit te zeggen van dat gaat hier niet goed aflopen. Dat gaat hier niet goed aflopen. En ja, dat loopt ook niet goed af, dat is een zombie ding. Dus, als ik het einde zag, maar ik ga het niet te veel verklappen ook voor de mensen die hem nog willen zien, als ik het einde zag, zet ik die, allee, op het einde die een DVD af, en ik was helemaal in de war door die film. Want ik wat komt er hier nu nog een stuk naar die aftiteling? Die zo wat meer... die mij zo gaat verlossen hier van dit. Nee. Het is zo alsof dat hij zo... die een scenarioboek niet goed gelezen had. Ja, het is... Ik denk dat er een hoop mensen het niet zo'n goede film vinden. Ik heb er ook wel van genoten. Nu, Adam Driver zit erin. Tom Waits zit erin. Steve Buscemi zit erin. Dus er zitten heel veel... Bij Jim Jarmusch is heel vaak als samenkast allemaal goede acteurs. Maar natuurlijk zit de fantastische... Ja, die kan bij mij nooit iets verkeerd doen. Bill Murray zit erin. Voilà. En dus dat is ook... Die film zit erbij nu, omdat Bill Murray zit ook in Zombieland. Bill Murray is ook gewoon een personage uit... Zombie is vernoemd naar Bill Murray. Ja. Omdat Bill Murray gewoon Bill Murray is. Ja, ja, je hebt alleen de B door een W vervangen en voor de rest is het hetzelfde. Ja. Voilà. Maar ja, Bill Murray die heeft zo de schijnt, allez, ik weet dat niet, ik heb dat uit dat boek over de making of van Ghostbusters en nog uit een ander boek ook. Het schijnt dat hij zo gewoon heel onvoorbereid ook op de set verschijnt. Dat hij heel vaak gewoon dus ook niet goed weten van komt hij hem nu vandaag of niet, of hoe zit dat hier? Dat hij dan daar plots staat en gewoon... Ja, die is heel moeilijk te bereiken, dat schijnt, inderdaad. Ja. Ja. Maar om de een of andere reden houdt hij toch heel vaak die films overeind. Dus bij The Dead Don't Die heel hard is dat het personage van Adam Driver... voelt gewoon dat Adam Driver keihard een fan is in die film. Die zit daar zo eigenlijk heel de tijd zo met van die oogstjes te kijken van my god, ik kan gelijk niet begrijpen dat ik in een auto zit met Bill Murray. Ik kan gelijk niet begrijpen dat ik in een auto zit met Bill Murray. Zo, heel de tijd. Volgens mij, die film ook maar misschien 10 opnamedagen had of zoiets. Was er zoiets dat ze tussen films in gedaan hebben. En dat Adam Driver echt de hele tijd in een soort van high loopt van wat gebeurt er hier allemaal? Zombies en Bill Murray. Het voelt echt, ja, het is inderdaad, het is heel meta. Maar ik heb er ook wel van genoten. Nu, ik weet wel dat er mensen vinden dat stom, sommige mensen vinden het fantastisch. Het is een beetje een polariserende, ja. Van al de mensen dat ik hem aangeraden heb, en best wel veel, ik heb zelfs de DVD al een keer gekocht voor iemand. Ah ja. Die hem spontaan ook teruggegeven heeft. Ongeveer 2/3 heeft zoiets van, maar waarom heb je mij dat aangeraden? Allee, ik bedoel, die film tot daar, maar dan dit... Enfin, hij heeft ook even op Netflix gestaan, maar bijvoorbeeld niet heel lang. Want die haalde waarschijnlijk volgens mij geen 100 kijkers of zoiets. Dus dat was heel... Ja, maar ik raad het iedereen aan. Ik vind dat iedereen vanavond dat moet gaan kopen. Gewoon omdat Jim Jarmusch eigenlijk gewoon tweede deel zou kunnen maken, waarin dat men eigenlijk weet nu dat afloopt. Ja. Nu, Jim Jarmusch heeft... Want die heeft naast deze zombiefilm heeft hij ook een... En die heb ik nog niet gezien, maar die heeft dus ook een vampierenfilm gemaakt. En die heet Only Lovers Left Alive. Waar het schijnt een hele goede is. Oké. Okay. Ja. Een vriendin van mij zei onlangs ook dat een van haar favoriete films is. En ik heb die nog niet gezien. Ik snap niet waarom ik die nog niet gezien heb. Maar, want dat is met Tilda Swinton en Tom Hiddleston. En ja, die heb ik allebei heel graag.
Ook natuurlijk, Jim Jarmusch is ook Broken Flowers met Bill Murray. Ja, dat is de enige Jim Jarmusch film, behalve Dead Don't Die, die ik ooit uitgezien heb, denk ik. Ik heb in het begin Ghost Dog, Way of the Samurai is ook fantastisch. Ja, die is ook nieuw uitgebracht trouwens, recent. Ja. Nu, die Dead Man met fucking Johnny Depp vond ik niet zo goed. Ik vond Coffee and Cigarettes vond ik leuk. Down by Law is ook wel, heb ik destijds, dat is een van de eerste films dat ik wist van, dit is arthouse, maar wel leuk. Nou ja, ik had zo'n periode dat ik al de arthouse films probeerde, zo'n 20 jaar geleden. En er zat heel veel stinkers tussen natuurlijk. Hè. En op den duur heb je het ook wel een beetje gezien. Dan hebben ze wel bij klaar. Want Stranger Than Paradise is een beetje zijn debuutfilm. Daar werd hij dan beroemd mee. En Down by Law was de tweede. En daar zit We All Want Ice Cream. Ja, maar goed. Jim Jarmusch, The Dead Don't Die. En dan op de tweede plaats, eigenlijk in de lijst de meest atypische, want niet per se grappig, maar wel een hele goede film, is 28 Days Later. Ja, heel die franchise eigenlijk. Vind ik echt wel... Maar, dat zijn twee films. Of is er nog? Ja. Het ook Weeks, Months zeker, 28 Months. Die heb ik zelfs nog niet gezien, denk ik. Ook weer huiswerk. Oh, godverdomme. Ja, maar ik denk dat we dan echt al wel de B-film zee aan het inzakken zijn, ze. Nee, volgens mij. Weet je het zeker dat dat er is? Ja, ik zou dat moeten opzoeken, maar ik denk volgens mij is die er niet. Maar goed, in ieder geval, 28 Days Later, de eerste van dingen. Hoe noemt hem nou? Regisseur nou? Ik ga het hier opzoeken. Ja, ik kan het hondje zeggen, behalve nu natuurlijk. 28 Days Later, van Danny Boyle, van Trainspotting, en Shallow Grave, en die film met die Slumdog Millionaire. Ja, die heeft heel veel hele goede films gemaakt, behalve dan die tweede Trainspotting, dat was verschrikkelijk. De zombiefilm, alleen op de wereld, zombiefilm. Ja, het is eigenlijk, er is nog één iemand, Gillian Murphy, en de rest is zombies, rennende zombies. Ja, wel, ik heb er heel lang over getwijfeld wat een dien zou worden op nummer 2 of World War Z. Zo van die... Daar zit die angst heel hard in. En daar kijk ik ook wel een beetje op. Het moet niet altijd grappig zijn of een raar uitgangspunt zijn of zo. Die 28 Days is zo'n film dat ik echt opzet tijdens dat Engten weer. Omdat het daar die constante... Langs de ene kant dat contrast van zo Londen een keer leeg te zien. Want je ziet... Ongelooflijk schone scènes met zo die bruggen over de Theems die zo gewoon verlaten zijn. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben in tijden voordat er geen computermodel toestanden waren. Nee, dat is echt gedaan, want dat is ook niet zoveel budget hadden die, hoor. Dus, als je dat nu ziet in een film, denk je van, computermodel. Maar toen dat ik die film voor de eerste keer zag, was dat zoiets van, had dat nog niet gezien, zo'n beeld. Ik dacht van, oh fuck, dit komt wel hard binnen. En dan zo ook al die pleinen daar in Londen die dan zo verlaten zijn en dat er zo wel brol op ligt. En je voelt echt... Dat einde van de wereld daar. Dat apocalypse. Dat met Children of Men bijvoorbeeld ook heel hard. Die worldbuilding. Dat is hetgeen dat aantrekt in die film. Ja, dat is ook iets wat ik altijd het leukst vind aan films. Dat worldbuilding. Dat is ook iets... Ja, voilà. Als je het gevoel hebt van... dat er informatie binnencijpelt door de achtergrond. Dat het gewoon echt aanvoelt. En dat je voelt dat ze erover hebben nagedacht. Ja, voilà. Ja. En dat hebben we met 28 Days heel, heel hard... Bij World War Z is natuurlijk, zie je het ontstaan van het verhaal. Dus hier is het een voldongen feit. Hij wordt wakker in een wereld waarin het zo is. Daarom ook dat ik deze gekozen heb, dat het duidelijker is. Maar ook zo, als je dan toch echt een zombieplaag zou hebben, het dichtste dat wij daarbij kennen van echte bestaande ziektes is zo hondsdolheid en al. Hè? En dus dat fascineert mij wel, hoe dat dan die zombies neergezet worden als zo, een soort van hondsdolheid in het kwadraat. Ja. Dat vind ik veel beangstiger dan de Walking Dead zombies bijvoorbeeld. Die zo gewoon, eigenlijk, dat is mijn grootvader, achter dat een keer zijn pijl niet genomen heeft. Hè. Die staan al wat te wiebelen. Je ziet dat in The Walking Dead, is dat voor mij ook een struikelblok geworden. In het begin waren die heel dreigend, die zombies. Je moet altijd goed doen, zombies. En in seizoen 3 was er iets waar ze naartoe gingen en een duke gaven. Ja, bom. Wat is het nu? En die dreiging is constant bij 28 Days, want zelfs al zitten ze een halve kilometer als Hurrike naar voren, die staan bij u. Ja. En dat stap lopen. Dus voor mij is dat beangstigend. En kijk. Ja, daarom werken
daarom werken voor mij de trage zombies ook wel bij jullie. Omdat de hoofdpersonage ook wel, wat trager zijn. Dus inderdaad, als jij allemaal bodybuilders hebt, of marines, bij wijze van spreken, ja, die schieten al die zombies voor hun kop en we gaan ver, weet je wel, dan is dat niet zo... Zo, bijvoorbeeld het Keniaanse atletiekteam, dat gaat niet opgegeten worden door zombies, die lopen gewoon weg. Nee, dus als je hoofdpersonages ook een beperking of iets hebben, dan is dat... Dus een paar weken terug hebben wij een Chucky, een Child's Play podcast gedaan. En in die laatste, of in de voorlaatste, of whatever, de film is een van de is het hoofdpersonage in een rolstoel. Dus die kan niet weg. Want ja, Chucky is zo groot, die kan ook maar traag, heeft maar kleine beetjes. Ja, als je niet weg kunt met je rolstoel, ja, dan ben je gefuckt. Ja, wel. Dus, nee, goed, maar 20 Days Later, dat is wel... dat is op het moment echt wel scary shit, hè. Dat is wel... Ja, dus dat is gewoon een aaneenschakeling van jumpscare. Ik denk ook dat ik daar 2 jaar van mijn leven aan kwijt ben aan die film, toen ik hem de eerste keer zag. Er zijn zo van die films waar je gewoon denkt van, je zit naar iets chill te kijken, van, ja, dan wel een coole film. En dan plotseling is... Allee, weet wel, het bijna naar hart. Ja. Het is een van de weinige films waar ik het echt niet zou aankomen. Nee, klopt. Ja, ik heb het in de cinema gezien, omdat ik ben... Trainspotting zelfs in Engeland in de cinema gaan kijken, omdat ik daar zo fan van was. Omdat er natuurlijk ook die Britpop en zo, dat is een beetje mijn dingetje. Dus ik ben daar... En ik vond Shallow Grave zijn eerste film ook heel goed. En dan heeft hij ook die 127 Hours gemaakt, waar ook geen slechte film was. Hij heeft eigenlijk veel goede dingen gemaakt, hoor. Ja. En het laatste is die tv-reeks over de Sex Pistols. En daar kun je over discussiëren wat je daarvan vindt. Maar ik vond het wel oké. Okay. En heb je die film Yesterday? Heb je dat gezien trouwens? Dat is zijn voorlaatste ding. Absoluut, absoluut. Ik heb niks met de Beatles, maar ik zag die en ik zag die trailer en ik dacht van, wel een heel leuk idee. Gewoon ook weer, dat is weer zo'n slim idee. Het is daarmee dat ik eraan denk, ja. Zal het ook wel werken of zo? En het werkte ook wel. Het verhaal van Yesterday voor de mensen die, niemand weet nog wie de Beatles zijn, behalve één gast. En die begint dan die liedjes uit te brengen en wordt daar heel populair mee. Omdat voor hem zijn die liedjes, algemene kennis. En niemand, dus we leven ineens in een wereld waarin niemand die liedjes kent. En de geniale scène waarin hoe heet hij nou, die rosse zanger tegen hem zegt dat hij niet Hey Jude, maar Hey Dude moet gaan zingen. Die zijn eigen speelt in die film. Ja, die speelt zichzelf. Die van I Love It. Ja, gewoon rosse zanger googlen. Rosse zanger ben ik nu aan het googlen. Iedereen zit hier nu van... Ed Sheeran. Ed Sheeran speelt zichzelf. Maar goed, Danny Boyle, 28 Days Later, op de nummer 2. En de nummer 1, het kon bijna niet anders. Ook een van mijn favoriete films aller tijden. Staat ook in mijn top 10 of top 12. Ben ik toevallig vorig jaar nog gaan kijken in Londen in de Prince Charles op 35 mm. Ik ken hem van buiten, maar het is toch leuk om die bij andere mensen op groot scherm te zien. Shaun of the Dead! Ja, absoluut. Als die in het grote zien is, dan ga ik ook gaan kijken. Absoluut. Voilà. Dat iedereen kan meelippen, denk ik, ondertussen. Ja. Waarschijnlijk de allerbeste films ooit gemaakt ook. Allee, als het aan mij vraagt. Ja. Die zit van humor, hoe die zit van verhaal, hoe die zit van de dynamiek tussen die twee hoofdrollen, tussen Simon Pegg en Nick. Frost, ja. Het is gewoon, briljant. Het is gewoon, ik kan hier heel nest superlatieven bij in zwieren en zo. Ik denk, als je hem nog niet gezien hebt en nu aan het luisteren zit of aan het kijken zit, dan moet je dat gewoon... Ja, dan moet je gewoon nu stoppen bij luisteren en Shaun of the Dead gaan kijken, want dat is gewoon een van de leukste films ooit gemaakt. Ik had daar een mega grote poster van op mijn kot of op een kamer in een huis, weet ik veel. Dit is mijn favoriete poster, dat is met die... Dat hij in die metro staat en hij is de enige in kleur en de rest is allemaal in zombie en heeft een bosje bloemen gehad. Het gaat eigenlijk over een gast die in een soort mediamarktachtig ding werkt. En zijn nog loserige maat. En het gaat niet zo goed met zijn lief en zijn lief maakt het uit. En dan is de zombie-apocalypse. En dan moeten ze het gaan oplossen. En ze komen niet veel verder dan, weet je wat, we gaan gewoon naar de pub. Want daar is het veilig. En daar zijn chips, dus dan kunnen we eten. Voilà.
En dat is eigenlijk het idee. Maar ook gewoon... iedereen in de comedywereld zit er een beetje in. Die gast van Black Books. Ja, Dylan Moran. Ja. Twee seniele oude mannen hier eigenlijk. We weten niemands naam nog. Bill Bailey, Dylan Moran. Voilà. Die wordt opgegeten door zombies. Allee, dat is daarvoor alleen al kijkt. Ah ja, ook gewoon van die scènes die zo heel inventief... Als je naar een zombiefilm kijkt, dat zijn altijd... Zeker in Hollywood, van die die-hard Hollywood-films, altijd gewoon dikke geweren en kruisbogen en zwaarden en knuppels. En... Maar nee, die zijn gewoon op zombies aan het vechten met platen. En ze moeten ze op de platendoos gaan kijken welke platen... Nee, niet die persing, heb ik nog maar juist in. Dus dan gooien ze met platen naar het hoofd van zombies en dan zegt die ene, nee, niet die plaat, dat is een dure, weet je. Ik bedoel, het is wel duidelijk dat deze film dat je niet goed vindt, want in Three Zombies zitten heel veel verwijzingen naar deze film in. Hè? Tuurlijk. Ik kon ook moeilijk nu geen verwijzingen ernaar doen. Je kunt er niet rond op de een of andere manier rond die film. Ofwel, zeker als je met iets humoristisch gaat doen, dan zit je heel snel in dat register. Ja. En als je dan moet kiezen van naar welke film gaan we refereren of zo, dan ga je eerder naar dit dan naar The Night of the Living Dead of zoiets gaan. Ja. Dezelfde tropes gaan uit. Ja, en dat is goed gelukt, want je voelt dezelfde wittiness bij momenten, en maar ook dezelfde dreiging wel. En dat zit in die Shaun of the Dead zit dat ook allemaal. Ja. En natuurlijk, het verhaalstructuur is ook een beetje... Hè, we op een gegeven moment moeten we van punt A naar punt B. Ja. Ja, dat is bij al mijn werk een beetje. Die roadtrip, dat zit daar hard in. Dat is in mijn roman ook zo. Dat is gewoon een heel interessante manier om te werken. Omdat het dan een klein beetje je verhaal naar de achtergrond duwt en je personages naar de voorgrond. Hè. Dan gaat het over de dynamiek van je personages. Ja. Wij hadden niet de luxe om met... Shaun of the Dead draait rond heel veel verschillende personages die allemaal een heel schone wisselwerking hebben met elkaar. En die figuur en die stiefvader is dat zeker. Ja, stiefvader. Bill Nighy is de stiefvader. Voilà. Ja. Die trouwens zo ongelooflijk goed acteert daarin. Allee, volgens mij, Magnum Opus daar neerzet of zoiets. Ja, weet je wat je ook moet zien? Living. Film met Bill Nighy. Ongelooflijk goed. Die man is... Weet je, die is ook soms gewoon fucking in Underworld is die een vampier. Hier is die de stiefvader. En in Living is die een wat oudere man die weet dat hij gaat sterven en nog een paar leuke dingetjes wil doen. Hele ingetogen mooie film. Echt gaaf. Maar ja, nee, Shaun of the Dead, meesterwerk. Niet omheen. Ga dat nu zien. Even de beste comedies en een van de beste zombiefilms aller tijden. Ja, de lat lag zo hoog. En bedoel, je weet dat je daar niet over gaat. Nee, ja, maar ja, goed. Dan verwijs je er eerder naar. Want het is ook zo'n film dat iedereen die een klein beetje het zombie-genre genegen is, kent. Zelfs de gasten die meer van gore en splatter en van uitgedingen de darmen houden, die weten die allemaal te appreciëren. Ook al wordt er keihard gelachen met genre. Ja, dat vind ik... maar het is een eerbetoon. Het is lachen omdat je... Because you love it. Het is niet uitlachen. Het is een eerbetoon. Maar zelfs zo met de zo satirische animaties over bijvoorbeeld Star Wars en zo. Heel veel Star Wars fans kunnen daar niet mee lachen. Ook al is het uit liefde gemaakt voor Star Wars en zo. Nee, het wordt er veel mee gelachen. Maar hier, het is ook zo grandioos goed gemaakt. Je kunt er gewoon niet... Heb jij van diezelfde mensen de Spaced-reeks gezien? Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk voor Shaun of the Dead hebben die Edgar Wright, de regisseur... Nick Frost en Simon Pegg hebben de reeks Space gemaakt. Een soort Friends met nerds. Ja, eigenlijk is dat de voorloper van de Big Bang Theory, maar dan zonder... Absoluut, ja. Jammer dat in Edgar Wright is alleen gewoon ook een briljant regisseur. Zo als je Baby Driver ziet, zijn project dat hij over al die jaren gemaakt heeft. Die film is zo goed getimed, dan niet qua comedy, maar qua muziek. Dat is gewoon... een soundtrack die de film geworden is. Dat is zo'n briljante film. Ja, dat is de enige musical die ik leuk vind. Ook omdat er niet echt in gezongen wordt. Maar het voelt als een musical, omdat het zo muzikaal is. Die draagt heel die actie, heel die... Ja. Werkt perfect. Die man heeft eigenlijk nog niet veel fout gedaan bij mij. Nee, ik vond die... Dus die Last Night in Soho is ook van Edgar Wright. Ook een goede film. Goed gemaakt. Ziet er heel goed uit. Wat ik echt heel goed vond, is een documentaire die hij gemaakt heeft. En die heet The Sparks Brothers, over Sparks...
Echt een aanrader. Ik kende de, want eerlijk is eerlijk, ik kende er geen hol. Ja, ik kende dat ene nummer. Dat, of nee, ik kende de, achteraf bleek dat ik er zo 3-4 liedjes van kende. Maar ik wist zelfs niet dat dat dezelfde band is. Omdat al die platen klinken anders. Je denkt dat dat een andere band is. En ik ben die dan, naar aanleiding van die documentaire heb ik natuurlijk ook weer platen zitten kopen. Want zo achterlijk ben ik dan wel. En ik ben samen Alex ook naar een optreden gaan kijken in de Koninklijk Circus in Brussel. Was fantastisch, fantastische band. Hebben nu een videoclip. The Girl is Crying in a Latte met Kate Blanchett die aan het dansen is. Fantastisch. Sparks is een top band. En die documentaire is fantastisch. Dat is zo een documentaire over een band waar al je favoriete bands van zijn. Okay. Nou. Dus iedereen die jij leuk vindt, vindt Sparks leuk. Ik ben al die roepje. Nu, dan heb je natuurlijk Scott Pilgrim vs. The World, wat een hele leuke film is. En Shaun of the Dead is een deel van de Cornetto-trilogie Hot Fuzz en The World's End. Voilà. Well, The World's End vond ik iets minder, als ik eerlijk mag zijn. Maar nog altijd goed genoeg om toch alweer 10 keer gezien te hebben. Of ja, precies. Omdat je verwachtingen ligt dan iets te hoog. En ik vind het personage van Simon Pegg ietsje te tweedimensioneel of zo. Terwijl die andere is dan allemaal wat leuker. En toch is dat tof. Het is bij Aliens. Het is bij. Zit Pierce Brosnan daar niet in? Is Pierce Brosnan daar niet de slechterik? Of ben ik daar in de war? Ik weet het niet. Pierce Brosnan is de slechterik. Pierce Brosnan is de slechterik in de. Dus als er een James Bond in zit, ben ik sowieso aan boord. Hè? Ja. Duw, wij hebben Sean Connery niet kunnen te pakken krijgen. Zitten er eigenlijk, want ja, natuurlijk iedereen is een zombie. Zitten er vrienden en bekenden in die gevraagd hebben om een zombie te spelen in Trizombie? Ja, we hadden wel wat mensen aangesproken, maar het was een heel moeilijke periode. Er zitten een paar influencers in, blijkbaar. Allee, ik wist het niet. Toen mijn zonen het gezien hadden, zeiden ze van, ah ja, die zit daarin. En ik, die zit daarin. Geen idee wie dat die mensen zijn. Ja. Wat een Alexe vraag trouwens, maar die kon niet. Jammer. Misgaan. Ik heb er heel weinig mee gemoeid eigenlijk met de opnames. Er zit de ding is, de tekenaar van Jommeke zit erin. Ik vind het ook heel grappig eigenlijk. Dat is een oude stagiair van mij. Die heeft bij mij zijn eerste stappen gezet in de stripwereld. En dat is nu de tekenaar van Jommeke? De tekenaar van Jommeke. En ik had zo de ding is gelanceerd van we zoeken nog wat figuranten. En die contacteerde mij. Zou dat niet tof zijn? Moest ik daar ook in? En ik zei, ja, oké, goed. Doorgegeven aan de productie. En dus de man die Jommeke tekent, is nu een zombie. Voor de rest, komt mij niet direct. Ja. Maar goed, in ieder geval. We hebben nu bijna anderhalf uur over zombies gebabbeld. We zijn bijna zelf een zombie nu. Even voor duidelijkheid, het komt op VTM Go. Komt het in één keer erop of is het in wekelijkse dinges? Wekelijkse dingen, ze gaan het opbouwen. Iedere week een nieuwe aflevering droppen totdat de wereld Down Syndroomdag is. En dan Slim. Ah, slim. Ja, marketeers die kunnen wel wat. Ja, slim. Hey, en dan, want ik zag inderdaad in de filmversie die ik heb mogen bekijken, op een gegeven moment staat er One Day Later. En ik dacht van, dat is de internationale markt. Ja, dus die film is gemaakt voor de internationale markt. We zijn nu pas begonnen eigenlijk met zo festivals af te struinen en ook distributeurs te zoeken, want het is echt wel de bedoeling dat hij uitgebracht wordt ook in het buitenland. Hè. Ja. Het is natuurlijk wel het is een film die je in één zin kunt uitleggen. Dat is het goede eraan natuurlijk. Dat zijn meestal de goede pitchen, hè. Moet hij beginnen van, ja, en hij had een kleinzoon en die zei, als je mij groot en dan met een zwaard en dan kwam er ook een pony langs en ja, dat wil je niet bij een pitch. Nee. Dat is de pitch die altijd heel kort was als ik op vergadering ging voor dat uitleggen, was dat heel kort zo, ja, het is dus over zombie-apocalypse en iedereen wordt zombie, behalve mensen met Down. En ja, dat is het eigenlijk. Ja, en dat is het. En wat er ook zo goed in is, en dat had ik misschien eerder al moeten zeggen, maar voor de mensen die luisteren, het is niet, het is for real. Het is niet kleinerend. Het is niet. Het is niet zielen. Het is niet. Die mensen met Down zijn gewoon gave personages. Punt. Dat was ook echt van in het begin de bedoeling dat als je er naar kijkt, dat je na 10 minuutjes of een kwartier gewoon niet meer doorhebt dat je naar mensen met Down aan het kijken bent, maar gewoon naar mensen die met gevoelens zitten, die proberen te overleven, die hun vrienden willen redden, whatever. Ja. En,
Allee, dat was niet echt gecommuniceerd of zoiets, maar dat was wel heel vaak de opmerking die ik kreeg na het filmfestival ook zo van, ja, ik op den duur was ik gewoon vergeten, ook zat ik gewoon naar een zombie-reeks te kijken. Je zit gewoon in die zombiefilm te kijken, ja, en de gimmick is, de originele gedachte is prima en dat werkt als een trein. Op een gegeven moment wil je wel gewoon weten, wat de fuck gebeurt er nu? En het einde is, ja, we gaan natuurlijk niet spoileren, maar het einde is een hartstikke gaaf einde. En ik wil, voor mij mag het nog wel verder gaan. Er zitten wel spoilers in de dinges, in de aftiteling, waar je door de aftiteling heen gekeken hebt. Ja, dat is ook heel leuk. In de aftiteling zitten ook bloopers. Ik vind dat bij de verkeerde kant op, hè. Maar nee, het is effectief ook echt wel de bedoeling dat er een tweede seizoen komt. Hopelijk komt het er, want dat hangt natuurlijk van VTM af en zo. Ja, ja, ja. We hebben plannen en ideeën in welke richting dat dan moet gaan. Maar dat zien we dan wel. Ja, dan gaan we richting Zombieland, heb ik het gedaan. We zullen zien, we zullen zien. Hey, hoe was het de ontvangst op het filmfestival Oostende? Absoluut kut. Nee, het was goed. Het was echt goed. Ja, gevoelde de spanning in de zaal op de momenten dat er spanning moest zijn. Er werd gelachen moest worden. De reacties waren heel erg tof. Dus ik kan eigenlijk niet beter wensen. Ja, het is ook de eerste en de enige keer dat ik zoiets gedaan heb. Dus ik weet ook niet hoe dat normaal is. Als jij in de zaal zit, werd er dan bijvoorbeeld gelachen op het moment dat je van, ah tja, wist je dat er hier, dat dit? Ja, wel, er zo'n paar keer dat iemand luid op lachte, maar dat was dan misschien gewoon een sadist of zoiets die in de zaal zit. Ik heb dat ook wel hoor. Als ik zo'n gast, ook wel, maar zeker als er iemand met Down is en ik zie die met een hamer iemand zijn kop inslaan, ja, dan vind ik dat ook, dan is dat grof en grappig tegelijk. Heel de zaal lag wel in een deuk bij een van die scènes. Ja. Maar ik lag ook op begrafenissen, dus ja, ik kan er niet aan doen. Dat is gewoon een stressreflex, hè. Veel mensen hebben dat. De ontvangst zat goed. En hij had wel het gevoel dat iedereen het aanvoelde of zo. Dus ja, dat is wel dat er zo... Ja. Ja, goed, ja, mensen die maar niks van de komen, dat ook niet zeggen, dat doen natuurlijk. Hè, dus. Nee, maar goed. Anders komen ze niks zeggen. Of anders zeggen ze, hey, wat voor je er zelf van, zeggen ze. dat is zo. De reactie dat je bij de kleuterjuf ook kreeg, als je zo een schilderij gemaakt hebt met vingerverf, ze van, ja, en wat vind je er nu zelf van? Dan weet je meestal van... Dan weet je dat niet, dat was niet de bedoeling. Ik ben wel blij dat er nu ruimte is in Vlaanderen voor dit soort projecten. Want ik heb dan een trailer of een foto gezien van een Styx, waar ook iets gelijkaardigs in zit. Het feit dat dat open ligt en dat dat nu kan, is wel fijn dat het genre is. En dat we niet zoals in de jaren 80 alleen maar boerenfilms hebben. Dat het nu wat ruimer allemaal kan gaan. Doe je wat tijd, hè? We zitten nog altijd te wachten. Allee, in Engeland, maar zelfs van in de jaren 60, Doctor Who, en wij hebben nog altijd geen science fiction op tv. Dus dat is iets dat we dringend gewoon werk moeten van maken. Absoluut. Absoluut. Ja, wat Xander vertelde in zijn Houd voor Bekeken, en daarom heb ik, want hij heeft me die ook aangeraden, maar die Kapitein Zeppels film, die is veel minder slecht dan je zou denken. Of die, dat die zo uitziet aan de buitenkant. Dat is eigenlijk best een leuke film. En daar zit ook, hij vertelt ook in Houd voor Bekeken, daar zit ook de post-credit scene in, dat die schuif opentrekt en dan ligt het masker van de kat. Weet je wel, dus ja, die vibe, die dat is jammer dat dan niet verder gezet wordt. En dat het enige science fiction dat wij hier hebben mega Mindy is, bij wijze van spreken. Is ook zo, hè? Ja, ja. We hadden Galaxiepark hadden we ook, maar dat was ook weer zo'n Studio 100 reeks. Ja. Aliens, maar ja. Dat marcheert niet voor ons, denk ik. Dus... Nee, ja. Het wordt tijd dat er is. Ik heb echt een heel leuk idee voor een soort sitcom in space. Maar echt een heel leuk idee. Maar... Ja, dan een keer de pitch hebt op café. Ik denk dat ik ook al tegen... Want op een gegeven moment was ik daar zo blij om... dat ik daar tegen mensen aan het vertellen was. En iedereen vond het ook wel een goed idee. Maar ik heb het nu nog herwerkt of herbedacht. En het is nu nog beter. Okay. Ik zal het je vertellen, dan moet jij maar zeggen bij welke boekhouder ik moet zitten. Zodat ik... boekhouder iemand kent. En dan voordat interview ik u over uw reeks. Ja, dat is heel goed. Alright, Trizombie, iedereen moet kijken. En ik hoop dat het aanstaat. Ik vond de filmversie goed. Ik voelde in de film inderdaad een paar keer een cliffhanger. Dat ik denk van, ah ja, hier zal die waarschijnlijk... Nu, dat is, in de film is dat prima, hè? Niks aan de hand. Want in de film zitten ook cliffhangers. Maar dan voelde ik van, ah ja, hier ga je naar een ander ding. Er zitten ook een paar... dan gaan we even naar daar. Het is echt
Het gaat echt goed vooruit. Het is echt leuk. Dankjewel. Lecter, Steven Lecter de Grijze, enorm bedankt voor het gesprek. Ach, hij zei bedankt, Fokke.